Goeiedag. Ja, zo zag het er vandaag enige tijd uit in Limburg. Best wel fraai, eindelijk weer wat zonnestralen. Maar op de meeste plaatsen zag het er meer zo uit dat die bewolking overheerste. En dat je dan af en toe de zonnestralen door dat wolkendek heen zag komen. Het was wel een droge dag met veel wind. En van die wind zijn we voorlopig nog niet af. Want ook morgen waait het fors uit die westelijke richting. En die wind is vlagerig. En er kunnen ook zware windstoten voorkomen tot wel zo'n 80 km per uur. Met name in de kustprovincies en het IJsselmeer. Verder morgen ook veel bewolking, waarbij het in het land, binnenland met name, af en toe kan gaan regenen. En later op de dag komt er vanuit het noorden dan ook nog een nieuwe storing opzetten. Die brengt veel regen in de avond en nacht. Misschien zelfs wel wat natte sneeuw hier en daar. Dat is niet helemaal uitgesloten. Dat blijft overigens niet liggen. Maar goed, er kunnen misschien wel wat natte sneeuwvlokken worden gespot. Dan woensdag overdag trekt het neerslaggebied verder naar het zuiden. En donderdag gaat het neerslaggebied dan weer terug bewegen naar het noorden toe. En opnieuw moeten we dan rekening houden dat er misschien wat winterse neerslag in het noorden van het land kan gaan vallen in de loop van donderdag. Dat is zeker niet uitgesloten en moeten we goed in de gaten houden. Maar u begrijpt wel dat het een wisselvallige periode is waarbij van tijd tot tijd veel regen valt. Nou, morgen dinsdag, dan is het een bewolkte dag. Anders kunnen we het niet omschrijven. Voor de zon is weinig ruimte en de temperatuur in vrijwel heel het land zo'n 11 graden. Verder die vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten bovenland. Aan zee is de wind af en toe hard, met ook die windstoten tot zo'n 80 km per uur. Die kunnen overigens ook rond het IJsselmeer voorkomen. Er valt af en toe wat regen, met name landinwaarts. En later op de dag dan vanuit het noorden die regenzone die veel regen gaat brengen. Woensdag, dan zijn er ook eerst wel weer wat opklaringen. Het kan later weer wat regen gaan vallen. Op donderdag regent het echt stevig door. En de dagen erna ziet het er eigenlijk ook gewoon ronduit wisselvallig uit. Temperaturen die gaan eventjes naar beneden. Met name de nacht van woensdag op donderdag is wat kouder. In het noorden misschien wel vorst. Maar daarna gaat de temperatuur weer omhoog. Al met al blijft het voorlopig nog erg zacht. Maar wel nat voor deze tijd van het jaar. Nog een fijne dag.